7 minuten over de klok van 1 uur, luisteraars. Even een hele goede middag. Zo ben ik nog steeds afgestemd hier op de Leeuwarden Piraten met momenteel de Viking. En daarvoor was het een uurtje van de Titanic. Ook bedankt René voor de muziek, hè? En zo begon ik vanmiddag met een kantje van Arie Heesbeen, Lachclown, ook al breed je hart. Het volgende kantje wat ik voor je ga draaien is van Otto Rona, Engelen bestaan niet. Nou, je weet maar nooit, hè? De ster valt nooit voor mij, dat heb ik gezegd, maar kijk, daar ben jij. Wensen komen zelden uit, dromen gaan voorbij, maar jij bent het. Ik raak jou aan, ik weet het zeker, engelen bestaan. Ik was aan vakantie toen, met vrienden om mij heen. Even niks, want ik was net alleen, niet op zoek. Dan kreeg ik dus weer kennis aan meer etenpiraten en die vertelden me zo moet je dat doen, moet een grotere zender komen. Nou, ik zei, dan doen we dat, jongens. Toen kon ik nou muziek opnemen met cassettebandjes van de radio, de arbeidsvitamine. Dus dat is alweer een mooie tijd terug, hè. En daar draaide ik muziek mee, met de cassettebandjes, die microfoon erbij. En lullen om het leven, jongens. Gezellig, hoor. Toen was het echt een gezellige tijd. Maar fijn, het duurde niet lang. Bats, politie voor de deur. Weg het spul. Cassettebandjes lieten ze leggen, die andere rommel weg meenemen. Zat daar nog een boete aan vast? Ja, er zat een boete van, ik meende 150 gulden. Dus dat was wel te doen. Valt toch te overzien, ja. Hè? Dat valt te overzien. Ja, dat valt wat te overzien. Maar ja, er moest weer een nieuwe zender komen natuurlijk. Dus je werd steeds zwaardere zenders. Van 20 watt ging je naar 60 en van 60 naar 80. En dat was toch wel aardig hoog, hoor, in die tijd. In die tijd wel. Nou, wat voor bereik heb je dan? Nou, ik zong toen zo'n beetje naar Groningen toe. En Gorredijk toe en nog, ze pakten me wel eens in Den Helder. Ondanks met een heel leer bakje, hoor. Maar ja, antenne, dat doet ook een heleboel. Als je goed hoog staat met een antenne en die is goed afgepast, kom je een heel eind, is het bereik goed, hoor. En zo is het eigenlijk begonnen. En steeds zwaardere en zwaardere zenden. En op lange laatst werden je gepakt, nog een keer nou, maar dat ging allemaal zo mooi, telefoon erbij. Want ik was een van de eersten die de telefoon plaatjes kon bestellen. Van Leeuwarden dus. Dus aan het smoordruk, jong, smoordruk. We zaten met 4 man in de kamer, 1 aan de telefoon. En andere platen uitzoeken en de ander weer schrijven voor wie dat allemaal was. Je was echt een omroep. Ja, voor mezelf wel. Het was wel illegaal natuurlijk, maar dat verrekte me niet draaien met die haal. Dit is vanuit de Friese hoofdstad het signaal van de Leeuwarder Piraten. Het is weer vrijdagmiddag. Tijd voor de vrijdagmiddaggebeurtenis. Met de buurtsuper en de Paradise LA. Goedemiddag. Het leven is fijn, als je maar bij elkander kunt zijn. Bij jou heel alleen, ben ik gelukkig en blij. Ik ben zo'n beetje op je vrijdagmorgen begonnen. Dat laatst gingen we naar de zondagmorgen vanaf 10 uur. En toen begon het al langzaam, begon ik meer met Nederlandstalige plaatjes ertussendoor. Duitsstalige plaatjes, wat ook de echte piraten deden in die tijd. En zo is het een beetje ontstaan. En we hadden maar hele kleine zendertjes. Wat je 5 zijn we mee begonnen.
tegenwoordig draaien ze met een paar kilowatt, anders doe je niet meer mee. Zo zit het gewoon nu. Maar ja, dat was prachtig. Je begon eerst in mono uit te zenden. En heel veel reacties. In die tijd hadden we wel live telefoon erbij ook. Dat hadden we toen ook al. Want dat was met een paar kabeltjes, die sloot je gewoon aan op de telefoon. En zo had je dat ook weer via de mengtafel in de eten. Maar er waren altijd prima reacties op die uitzendingen toen. Het ging op laatste veel te mooi. He, want we draaiden nog denk ik wel een jaar of vijf al. En dan alleen in de wintermaanden, zeg ik erbij. Zomers hadden we altijd een zomerstop. Op laatst had ik er ook meerdere collega's bij, DJ's, zo kan je het wel noemen. Dat is echt een klein radiostation. Ja, een klein radiostationnetje werd het. Op een gegeven moment was het zomers van s'morgens 10 tot s'middags 2. Ben jij wel eens uit de lucht gehaald? Ja, 1985. En ik was ergens begin 80 begonnen. Dus je begrijpt wel, jaren 4, 5 is dat altijd goed gegaan. En ik denk, nou het blijft wel goed gaan. Maar het was niet zo. Op een gegeven moment, op een zondagmorgen, schakelde ik weer in. Net zoals anders. Altijd een LP erop. En een langspeelplaat, hè, die ken je nog wel. Want in die tijd hadden we nog geen cd-speler. Dus we moesten het met platen doen. En de cassettedecks. Nou, en dan draaiden we daar een paar nummers van, vanaf een LP. Iedere week hadden we een ander LP van een ander artiest. En daartussendoor monteerden we wat jingeltjes, dat het wel mooi strak doorliep. Maar toen, op een gegeven moment, die LP draaide, ging de deurbel. Ja, daar waren ze. Het was nog, volgens mij, Jaap Drevers nog, die nu niet meer opsporingsambtenaar is. Er waren er ook nog 2 à 3 politieman bij. Ja, ik schrok ervan. Ik denk, nou, wat doe ik verkeerd? Maar ja, ze kwamen, nou, ze werden binnengelaten. Ze kwamen bij me boven in de studio. Ik kreeg gelijk een pasje voor mijn neus gedrukt. He, opsporingsdienst. Dus ze konden zich legitimeren. En toen zeiden ze, ja, je hebt een hele mooie hobby. Maar je weet toch wel dat dit niet mag, hè? Ja, ik zei dat... Dat weet ik dat niet mag. Hij zei, wil je hem straks wel uitzetten? Ja, ik zei, het zal wel moeten. Hè? Dus zo ben ik toen uit de lucht gehaald. En op een gegeven moment, ze waren heel vriendelijk hoor. Er was helemaal niks mee aan de hand. Als je zelf meewerkt, is er helemaal niks aan de hand. Ik zei, zullen we het dan beneden maar even afhandelen? Nou, een kopje koffie voor de mannen. Papiertjes op tafel. Hij zei, heb je ook nog een doos voor mij? Dan kunnen we daar de zendapparatuur in doen. Want de hele buurt hoeft dit niet te zien. Nou, ik zei, we zoeken even een doos op, doen we het daarin. En ze hebben het meegenomen. En procesverbaal, die had ik gekregen dus. En later bleek dat ik dus een bekeuring kreeg van 500 gulden toen nog. Dus dat was nog te doen, na 5 jaar, dacht ik. Maar tegenwoordig, als je nu uit wordt gepeild, dan kan het zijn dat je eerst een waarschuwingsbrief krijgt. En dan wordt er gemeld in die brief dat jij de zender uit wil schakelen. Bij een volgende overtreding, dan volgt direct de bekeuring. En die ligt er niet aan. €2500 momenteel. Zo. De bekeuringen werden steeds hoger. Ja. Ja. Ja, dat wel. Dat ging wel door. Dat vonden ze natuurlijk wel mooi. Dat vonden ze wel goed. Nou... Als ze naar buren komen. En je moest ook steeds weer een nieuwe zender kopen. Ja, steeds een nieuwe zender. Ja. Maar ja, dan moest je weer een paar weken naar Veenhuizen. Oh, je hebt er ook voor gezeten? Ja, verschillende keren al hoor. Maar ja, in die tijd dat je daar zat, kon je weer sparen op. Ja. voor een zender. Dat ging boven alles. Maar heb je dan toch niet een gegeven moment van, nou, ik kan nu maar beter ophouden na zoveel weken? Nee. Goede piraat stopt nooit. Het lijkt me toch niet leuk om steeds in Veenhuis te belanden. Nou, dat is niet zo erg. Nee. Ze zeggen dat het een hotel is, maar dat is het niet hoor. Dat is het echt niet. Dit jaar hebben we nog illegaal uitgezonden hier. De antennemast staat hier nog achter, gaat binnenkort weg. Wij gaan binnenkort iets anders doen. Als wij in zee gaan met de... Radio Atletico, die draait op internet, draait daar fantastisch mooi. Ik heb gehoord dat Wiebe Christ van Holland FM daar ook bij draait. Nou, ik denk dat dat
ja, dat je dan een hele, heel veel afwisseling hebt qua DJ's met hele verschillende programma's. Okay. Mercurius is door een aantal personen, door twee personen benaderd in het verleden, omdat die boetes zo hoog werden. Door de Vlierdefluiter en de Zilvermeel. Beiden draaien niet meer bij de Leeuwarder Piraten, maar die hebben het wel mee opgestart. En die zijn bij Evert Jansen, daar hebben ze mee om de tafel gezeten. Toen was hij nog directeur, daarna Rob Pieters, nu Saskia Buizen. Dat wij daar nu nog steeds draaien. Maar ze zijn het met elkaar eens geworden. We hadden dan iedere week één uurtje overdag. We hadden nog geen zondagavonduitzending. En dat was dan een uurtje per dag. Dan mocht je je programma inleveren. Dat ging via minidiskje toen nog. Tegenwoordig digitaal. Hele vooruitgang natuurlijk. Je kan thuis weg opsturen. En dan mocht je een uur muziek inleveren zonder presentatie. Er mochten wel jingles in. Want ze wilden eerst eens even aanhoren hoe het dan werkelijk ging met je technische gedeelte, hè, om radio te maken. Nou ja, zo'n 8 jaar geleden. Toen hebben ze mij hier voor het laatst uit de lucht weggehaald. Hier met die zenderij. En toen dacht ik, nee, dat is 10 jaar ongeveer. En toen dacht ik bij mij, nou ga ik stoppen. Want het wordt mij te duur. Ja. Het wordt me veel te duur. Je hield er nu op lange lijst niet een cent over. En ik mocht graag wat met auto's rotzooien. Als je dus weer zoveel zenders verder bent dan, en zoveel geld. Ja. En toen kreeg ik een uitnodiging, ik geloof van Anton. Die zei geloof tegen mij, ik weet het niet precies meer hoor, maar die zei, kom maar bij ons draaien, bij een Mercurius. Voordat ik bij je ben, en dan blijf. Ik zat in Veenhuizen. Toen kwam mijn ex-vrouw met mijn dochter, die was toen 6 jaar, Chantal, die kwam op visite bij mij daar. En mijn vrouw die had gezegd tegen haar, we gaan even naar papa toe, die ligt in het ziekenhuis. Dat fijn, ze komen daar in de baas, zou ik maar zeggen. En toen moest ze naar de wc, die kleine meid, Chantal. En ze komt terug, ze zei, mama. Wat is dit een raar ziekenhuis? Er zitten allemaal tralies voor de raam. Ik ben later gekomen. Want ik zag dat in het begin helemaal niet zitten. Ik denk, legaal? Wat is dat nou? En in één keer draaide dat echt als een trein. Toen kregen we de zondagavond erbij. Met live op verzoek. Nou, dit was het, hè. Op een gegeven moment zijn er ook weer mensen. Gingen ook alweer weg bij de club. En er kwam er wat ruimte. Toen heb ik mij daarbij aangemeld. Opname ingediend. En zo ben ik ergens een paar maanden later ook bij de Leeuwarden Piraten terechtgekomen. Okay. En nu nog steeds daar met plezier zit. En je maakt hier thuis je programma's? De programma's worden hier thuis gemaakt. We hebben daar net even gekeken bij me boven in de studio. En die worden digitaal opgenomen. Gaat via een Dropbox, digitaal wordt het opgestuurd. En dat staat automatisch via een code in het programma en wordt automatisch meegedraaid. Het leven is fijn, als je maar bij elkander kunt zijn. Ik wil er maar één, ja dat ben jij. Nou, dat zal jij dan wel zijn. Ook een hele goede middag, Lady Paradise. Goedemiddag. Nou, we willen allereerst onder dit spannend muziekje even de buurtsuper hemzelf eventjes bedanken voor de opening van deze vrijdagmiddaggebeurtenis hier bij de Leeuwarden Piraten tussen 12 en 2 uur. Ja, zat wel weer goed, hè? Ja, we hebben er in ieder geval weer van genoten. En alle collega's van afgelopen week, ik wil jullie ook eventjes bedanken voor jullie inzet en al die mooie plaatjes die we weer kunnen horen of hebben kunnen horen tussen 12 en 2 uur, hè? Ja, zeker weten. Oké. En iedere zondagavond zijn wij er ook. Ja, zeker. Dan vanaf 8 uur 's avonds. Ja, tot 12, hè. En dan met de allermooiste verzoekjes. Dan kun je live je inbreng weer doen in het programma, hè. Ja.
En dan bepaal jij dus de playlist. Dan wel, ja. En je mag alles, je mag ons alles vertellen daar, als we maar netjes met elkaar blijven. Ja, toch? Oké. We hebben ook altijd vast items in de vrijdagmiddaggebeurtenis, althans in de tweede uur, hè? Ja, dat hebben we. We hebben straks om 1:20 hebben we dan de keuze van Johan. En om 1:15 hebben we weer een vinyl plaatje. En we gaan straks weer een vinyl krakertje uitzoeken. Dat moet allemaal helemaal dik voor elkaar komen. Nou, dat vast wel. Nou, laten we platen gaan draaien. We gaan deze keer met een oud plaatje van Highway beginnen. Die komt uit 1974, maar hij is in een nieuw jasje gestapt. Oké. Ergens in de jaren 90. Oké, best. Draaien we speciaal voor Tjeerd Poppinga. Die vroeg hem alles bij mij aan. Ja. Nou, Tell Him van Highway. Die gaan we draaien. Oké.